Hallo mensen, Krijn hier. We gaan op bezoek bij de enige, de echte Ridder. Jij bent vandaag jarig. Ja. Hoe oud ben je geworden? 11. Dat roept natuurlijk wel voor een feestje, jongens. Daarom hebben we vandaag een gigantische mystery box geregeld. Wij gaan natuurlijk gewoon een pack battle doen. We doen de standaardregels. Elke energiekaart die we raden is 1 puntje waard. En elke pool is 1 punt waard. En elke full art is 2 punten waard. Wat we gaan doen, we gaan elke keer om en om een product halen uit deze gigantische mystery box. Doe je ogen maar dicht en dan mag jij het eerste product eruit halen. Echt dicht. Wat is dit? Het lijkt wel snoep of zo. Oeh, en wat heb jij? Dat is een deckbox van de Marnie Box. Kijk eens aan. Zit er verder nog iets in? Oh nee. Hier kunnen we wel onze pools in stoppen. Dat is wel gaaf hoor. We hebben hier ook nog sleeves van de Fusion Strike ETB. Daar zitten gewoon counters in. Dan zit er nog meer sleeves. Oh, maar deze zijn vet. Moet je eens kijken. Ik heb iets geweldigs. Je moet kiezen. 1 of 2? 2. Want hier heb ik 2 mini-tins. En jij hebt 2 gezegd. Dan geef ik deze aan jou. Dan heb jij een Snorlax-tin en ik heb... Dit is Munchlax. Oh, wat? Nee, ik zie... Oh mijn god, inderdaad, het is Munchlax. En dan heb ik hier een Pikachu-tin met een Chansey en een Magnemite. Ik denk dat het pack eigenlijk wel gelijk kan beginnen, jongens. Zo. Ik heb hem open. Nou, ik heb hem ook open gemaakt, maar laten we bij jou beginnen. Hier heb ik laatst een video van gemaakt. Dit is een Sinnoh Star-tin. Oh, en een mooie Pikachu-munt. Oh, die Pikachu-munt is ook echt leuk, hè? En... We hebben een pakje van Fusion Strike en Chilling Rain. Dat zijn jouw eerste 2 pakjes voor de pack battle. En dan gaan we eens kijken wat hierin zit. Oeh, ik ben heel benieuwd hoor. Wow. Wauw. Oeh, je hebt een andere munt. Ik heb een Dragonite. Ik heb een grotere. Dat is een grotere munt inderdaad. Dan hebben we hier... Vivid Voltage. En... Nice! Darkness Ablaze en Vivid Voltage zitten hierin. Zullen we een challenge doen? Dat we 1 pakje van elkaar wisselen? Ja, dat vind ik wel gewaagd hoor. Misschien later. Dan hebben we natuurlijk ook nog deze art. En weten jullie van welke tinset het is, jongens? Laat het anders weten. Steen, papier, schaar. Oh. Ja, nog een keer. Steen, papier, schaar. Jij hebt gewoon eigenlijk 2 keer gewonnen achter elkaar. Dus jij mag echt beginnen voor mij. We maken het pakje open. En gaat het open als boter? Oh ja, zeker gaat het open als boter. De codekaart. Gebruik je die codes zelf ook? Ja, wel eens. Nou, dan gaan we natuurlijk de mooie kaart doen. 4. Geef mij eens een... Crash type energy. Fire, helaas. Dynatree Hill, Justified Glows, Lucky Energy, Delibird, Larvesta. Die is zo... Oh, weet je wat we daarmee moeten doen? Nee. Heracross. Zie ik nou randjes? Weedle en 3, 2. Oh. Okay. Ik ging al. Zebra Strike, ja. Ik zei Zebra Strike met een 60k. Oh mijn god. Dan is hier... De codekaart. Codekaart, there you go. Oep. 1, 2, 3, 4. Geef me eens een hoedje van papier. Oh, het is ook vuur. Nee, dat meen je. De Aromatic Energy. Dan hebben we daar de Mytrena. Oh, Pinchurchin. Die is ook wel cool. Joltik, 2 electric types. Dan hebben we daar de Cottony. Mudbray, ook een heel leuk ezeltje. Slugma. Ah, Wishmoot. Oh, Galvantula. Is dat niet de evolutie van Joltik? Ja toch? Ja, mooie art. 3, 2, 1. Oh, het is de trash Pokémon Garbodor. Oké, dan gaan we weer door met het Fusion Strike pakje. De codekaart. 1, 2, 3, 4. Retype Energy hier. Oh. En nou is het weer lief. En nu is het Grass-type. Dunsper Electric. Victini. Growlithe. Indeedee. Galarian Darumaka. Een Wooloo. En als reverse Azumarill. Oh, daar komt hij hoor. 3, 2, 1. Oei, wel een holo. Een holo. Tel hem al holo's mee. Doe maar holo's mee, tellen. Ja. Oh, nou, dan heb jij al een puntje binnen. Alright, dan gaan we alweer door met het Darkness Ablaze pakje. Hey, kijk, daar is de codekaart. There you go. Zo. Oh jee. 1, 2, 3, 4. En nu moet het toch wel vuur. Oh, maar als ik nou vuur zet, dan wordt het weer Leaf-type. We gaan het gewoon proberen. Ik denk het. Nee! Ik had het voorspeld. Toxapex. Dus daar de grote parasol. We hebben daar onze Shinotic, de Mushroom Pokémon, de Bonsweep, de Knolra Pokémon. Dan hebben we daar de Snubbull, de Meltan. Dan is daar onze Paras. Zien we een randje? Oh nee, het is de Galarian Darmanitan. Nee. Oh god, ja, ik stoot me alweer. Oh nee. Zal ik weer beginnen? Ja, begin jij maar. Ik begin met mijn Astral Radiance pak, de codekaart. 1, 2, 3, 4. Een vuur-type energy hier. Nooit! Ja. Oh, let's go. Let's go. Je hebt al 2 punten. Oh jee. Ik zie een randje. Echt waar? Oh mijn god, ik zie ook een randje. Kom, we gaan er snel doorheen. We gaan er snel doorheen. Uxie. Hey, Uxie. Uxie. En dan zelf. Ishwan Basculin, Pushanna, Glammyhaw. Combi en... Oeh, heel vet. Oké. Weer een puntje erbij. Zo, het staat al 3-0. Oh mijn god, wat gebeurt hier? Dan gaan we ook maar eens het Astral Radiance pakje openen. Pop.
Hoppa. En Hidde, wat is eigenlijk jouw favoriete video van mijn kanaal? Ik ben wel benieuwd. Ik denk de pack battle met meneer Krol. Ja, precies. Ja, dan de eerste pack battle die ik met meneer Krol heb staan. Oké, okay. Nou, dan zijn we vierkant naar achteren gegaan en dan zit hier onder fighting. Oeh, let's go! Dus nou, ik heb ook een puntje. 3-1. 3-1 staat het nu, oh mijn god. Je moet nog wel een goede full art. Ja, dat pakken. Vind ik ook. We hebben hier de Purr Ugly, een mooie kat. Verderbal, Uxie, Miss Dravis. Zou het? Scyther, Eevee, Heracross, Coolfish en het is de Registeel, jongens. Wel een gave kaart, okay. Maar helaas is we dat geen puntje waard. Met een nieuw pakkie. Alright. Open als boter. Nice, ja, inderdaad. De code card. Woe! Als ik het nu weer goed heb. Wat denk je? Electric type. Oeh, maar ik zie een randje. Ja. Lopunny, Grubbin, ik zie gewoon een randje. Ja, ik Mankey, ook. Alright, daar gaan we weer. Spencer, Goomy. Zullen we nu onze ogen dicht doen voor een keer? Oké. Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Kan de kijker het nu als eerste zien? Ik denk dat het wel iets goeds is, hè? Zal ik ogen open doen? We gaan hem weer openen en... Woe! Oh, yeah. Nice. Oh, dit is van de box. Kijk eens aan. Oh. De Bolton V. We hebben hier nog één Gengarpak te gaan voordat we weer in die mystery box gaan duiken. Daar is... De codekaart. There you go. Dan gaan we weer 1, 2, 3, 4 kaarten naar achteren. En daaronder zit Psychic. Ah nee, dit is Electric. De Dancer. Die kan goed dansen, jongens. Dan hebben we daar de Pangoro. Spallings. Weet je Mario. Die Mario Pokémon, hè? Ja. Daar vind ik het ook op lijken, op die Rups. Dan hebben we daar de Tootle. Vullaby, de kip uit het ei. Dan is daar de Dewpiner. En weet je wat voor bel die heet? Dat is een grote scheet in. Dat is een scheetbel. Ja. Dan hebben we de Meowth. Trevenant. En let op, hè. Hoppa! Hey, de Serena B. Ik weet eerlijk gezegd niet meer. Je had energy geraden, dus nu heb jij er twee. Ik denk er twee, hè? En jij hebt er vier. Ik pak er één. Oeh, oh, vet! Ik heb een mooie... Oh, maar die lag er nog één in, dacht ik. Kijk dan. Deze gaan we openen op het einde van de video. Ik ga nu iets heel gaafs pakken. Oh. Als je je handen zo uitstrekt, dan ga ik een mooie box neerleggen. Elite Game Store heeft een Elite Trainer box geschonken. Wow! Van Pokémon Go. Hoppa! En dan mag jij hem verder openmaken voor mij. Wij gaan die Ditto packen. Of nee, nog beter, wij gaan gewoon voor die Mewtwo V Full Art. Jongens, als we Ditto packen, twee puntjes, ja? Ja, en als we die doorhebben, dan is het onze eigen schuld. Okay. 1, 2. Die zijn voor mij? 3, 4. En dan geef ik jou de laatste. Oh, wacht, maar krijg ik dan ook die Mewtwo V kaart? Nee, die mag je hebben, ja zeker. Oh, en we hebben de rode kaart. Die bewaren we voor het einde van deze box. 3, 2, 1. Oh, samen. Oké, okay. Ik gooi dit weg. Woe! Oh. We slopen het hele huis hier, jongens. Oh mijn god. Zijn er nog een aantal kaarten die jij moet van deze set? Ja, ik moet alle vier kaarten nog. Oh, wauw. Ik moet nog wel een paar Radiant kaarten. Ik hoop echt dat hier de Radiant Blastoise in gaat zitten. Hieronder zit... Dark. Oh. Oeh, bijna. Dat is Psychic. Dan hebben we de Pokestop en Hidde. Ga hier eens aan spinnen, want misschien gebeurt er wel iets. Wow. Nee. Dan hebben we hier de Wartortle. Dat is wel een goed voorteken. Dan hebben we de Rare Candy. Deze kan je mooi opsnoepen. Ja, precies. Dan hebben we de Eevee op het bankje. De Charmander. Oké. De Apom die nog steeds de Pokémonbals aan het ontwijken is. Oh, we hebben eigenlijk elke starter behalve dan de Squirtle. Dan is daar onze Numel. En dit kan ook een Ditto zijn in reverse. We hebben een Ditto. We hebben een Ditto. En de laatste? Een Tyranitar. Maar jongens, kijk eens twee aan. Twee puntjes voor Krijn. Het staat gelijk. We hebben een Ditto te pakken. En jou de eer. Zal ik hem maar aftrekken? Pielen. Haal het eraf. Oh mijn god. En ben je blij met de regel die je hebt bedacht? Ja. Oh, wat mooi. Dan gaan we deze... Oh, hij blijft niet plakken bij mij. Blijkt hij bij jou wel plakken? Nou, kijk eens aan. Nou, dan gaan we door naar mijn Pokémon Go Pyak. Hé, kijk, ik heb je starter. Je hebt de Squirtle, wat leuk. De Koden Kaart. Koden Kaartos. Daar is het. 4, Leaf-type Energy hier. Oh, stil, helaas. Arealos, de evolutie van de Spinnerwerk. Tielix, evolutie van de Onix. Ah, Xatu. Xatu. Bidoof. Bidoobido. Dikke Bever. Onix. Hey, Onix en Steelix. Nice. En Bibarel. Ik zou bijna zeggen Smeargle. Nice. Melton. Oh, wow, is dat al de reverse? Ja. Oké, daar gaan we dan, jongens. Ik zie een randje. Nee, nooit. 3, 2, 1. Oeh, oh, wel een mooie. Is een Lapras holokaart. Wow. Voor deze set tellen we natuurlijk niet de hodes mee. Nee. Want die zijn gegarandeerd. Ja. Kijk eens aan, we gaan gewoon weer verder, jongens. 1, 2, 3, 4. Geef mij eens een vuurtype hier. Oeh, yes. Hij
Hij maakt me in. Oh, nooit nee. In de gouden kaart. Nee. Hier, let op. We gaan er snel doorheen, jongens. Nee, we gaan er snel doorheen. Solrock, Onyx, Eevee, Nummel, Raticate, Tranquil en... Yes! Het is de Egg Incubator en wij hebben hier niks voor bedacht, dus het is gewoon één puntje. Kijk, mooi. In al zijn glorie, de Egg Incubator. Sleeve. We hebben een sleeve nodig, jongens. Dan staat het nu 6-4, maar dan sta ik voorop nou weer. Kan ook van alles gebeuren. We gaan er snel een verandering in brengen, dat denk ik ook. Grass type, leaf type. Oh, water. Ik zie weer een randje. Okay. Lendela, Slowbro, Wimpelt. Oh mijn god, er is inderdaad een randje. Wordle. Nooit. En? Eevee en een... Nice. Mewtwo V. Jij moest de V's nog hebben. Nu heb ik 2 Mewtwo V's. Zo. Nee, het zegt. Wat gaaf. Alright, let's go. Dan hebben we de codekaart. There you go. En dan zit hieronder Dark-type hier. Helaas. Maar jongens, we gaan ook gewoon speedrunnen door dit pakje. Want ik ben echt heel benieuwd wat eronder gaat zitten. Radiant. Twee tegelijk. Eén pom. Charmander, Eevee, Numel. Kamala alweer. En het is de Articuno holokaart. Heb jij deze al? Nee. There you go. Ik heb hem al namelijk. Het pakje gaat open als bioter. Bioter. De codekaart. Wat zal ik zeggen? Fighting. Jij zegt het fighting. Oh, nee. Dat gaat een gevechtje worden. Dark type. Pupitar. Chansey. Oké, de kansen worden hoger. Spark. Spinarak. Spinnenspark. Pikachu. Wimpot. Bidoof. Bulbasaur. Voorteken. Rattata. En... Venusaur. Dat was wel een goed voorteken oprecht. Ja. Want je hebt wel een Venusaur te pakken. Ja. We speedrunnen er wel doorheen. Ik weet iets leuks. Oké, vertel het eens. We maken alle onze twee packs open. Pakken we de twee laatste kaarten. Die doen we dan allemaal op een stapel van onszelf. En dan gaan we eerst het pakje speedrunnen en dan daarna... Dus dan houden we de laatste kaart apart. Dat vind ik wel een leuke. Dus dan krijgen we nu een hoop codekaarten. Nou, daar is de eerste van mij. Hoppa. Ik denk dat hieronder de V-Star kaart zit. Wow, let's go. Oké, nou, dan kan ik even gaan speedrunnen. Ik doe ook al gelijk het tweede pakje openmaken. Ik ook. Dus dan hebben we eerst... Niet vergeten de codekaart weg te gooien. Nee, zeker. There you go. Ik heb hier ook de codekaart van de Elite Trainer Box. Dus claim hem snel, want maar één iemand kan deze gebruiken. Ik zie een randje hier. 1, 2, 3, 4. Geef mij vuur hier. Ah. Geef mij vuur hier. Oh, helaas. Scannen. Niks. Zal ik eens gaan scannen? Magikarp! En dan zijn hier de 4 overgebleven kaarten. Oké, begin jij maar met de eerste kaart. Boom. Ah, een Pikachu reverse. Dan heb ik... What? Nooit! Alweer! De Melmetal V Full Art? Nee, dat meen je niet. Nou, dat is weer een puntje erbij. Dan ga ik. Nu ben jij. Oh, de Golisho pot. Dan ben ik weer. Heb je er weer één zeker? Het is een Wartortle reverse. Oké. Dan ben ik weer. Oeh, Pikachu. Een Pikachu. Wie weet, je hebt nog 1 kaart te gaan. 3, 2, 1. Het is de Blissey. Boe. Oh, de Lunatone. Alright, dit is de allerlaatste kaart van de hele Elite Trainer Box. 2, 1. Oh. Het is de Natu. Waar kan ik deze laten? Dit is die sticker. Plak hem op, zou ik zeggen, als het nog lukt. Ja, bij mij blijft hij niet zitten. Nou, daar is hij. Ga maar iets graaien. Ja, ik heb al iets heel gaafs gezien. Oké, we hebben hier 1 en 2. Welke kies jij, Hidde? 2. Kijk maar. Oeh! Je hebt weer een Pokémon Go box. Weer een Pokémon Go. En jij? Ik heb de Pikachu V-box. Dus dat zijn gewoon weer 4 pakjes om te openen allebei. Ja. Alright. En woe! Dan gaan wij natuurlijk even die mooie promokaarten laten zien. We hebben hier allebei een gigantische kaart. Dan gaan wij die codekaarten natuurlijk weer later aan jullie weggeven. Deze 2 codes mogen jullie in Pokémon Go claimen. Kies een pakje. Je mag er van mij gewoon eentje uitkiezen. Arceus. En dan pak jij deze. Kijk eens aan, dankjewel. Diversiteit aan pakjes. Oh nee, het is gevallen, de spinnenweg. Die gaan wij niet meer kunnen opplakken. Woe! Jezus, nee, dan knallen we er meteen een plafond aan hier. Claim hem snel, want maar één iemand kan dus claimen. Jij mag beginnen van mij. Oh, je begint gelijk met Brilliant Stars. Ik zie een randje. Of ja, ik zie een goede codekaart. De codekaart. Liefde. Vuur. Oh! Je hebt het wel goed, maar krijg je dan een Nee, puntje? Ik kan hem niet stelen van jou. Café Master, Monferno. Waar is de Infernape? Gloria, Execute. Ik ben benieuwd of wij de Marnie ook een keer gaan poelen uit een kaart. Starly, Shroomish, Piplup. Met sneeuwballetje. Turtwig. Muk, daar is hij hier. Reverse Muk en... Oeh, oh, een Lucario Holo. Wat wel weer een puntje waard is, jongens. Wat is eigenlijk de puntstelling nu? Ik heb er geen idee meer. Dan staat het 8-5, jongens. En als het niet klopt, dan klopt het nu wel. Oh nee, ik begin boterige vingers te krijgen. Ah, en zo en een rommeltje wat we nu hier hebben, heb ik dus elke dag in mijn kamer. Als ik zo'n video opneem. Oké, hieronder zit... Dark. Oeh, het is water. Helaas, jongens. Dan hebben we de Trippy Art van de Simisear Cross Receive. Dan kunnen we zo... tegen elkaar praten. Ja. Hallo, Hidde. Hallo. Dan is daar onze... Swiggle.
Mankey, het gestoord aapje. De Golizopod of de... Dan hebben we daar de Growlithe, de Stuffle. Ziggy live in Egypte. Dan hebben we daar onze Morgrem met het lange haar. En daaronder zit alweer de laatste kaart. En het is een Holostarmie. Dat is wel weer een puntje. Dus dan staat het 9-5. Zo, daar gaan we. Het gaat niet echt over als boter. De codekaart op zijn kop. Electro-type. Ah, fighting, helaas. Fighting, Slowbro. Ja. Lunatone. Deze kaart aan de kant schuiven ze. Chansey. Yes. Raticate. Tranquil. Natu. Knikkervogeltje. Larvitar. Ambipom. En. Laatste kaart. 2-1. Link in de Charizard. Weet je wat? Die gaan we wel meetellen, jongens, want het is een Charizard. Daar ga ik ook maar eens mijn Dreamstars pakje openmaken. Dan is daar de Codeca Hart. 1, 2, 3, 4. Geef mij eens die Fighting Type hier. Oh, nou is het weer Psychic. Blunder Policy. We gaan snel door. Luxio. De Hitmontop op zijn kop. Dan is daar onze Shroomish. Ik zie weer een randje. Oh, waar gaat deze pack battle heen? Sneasel, Klink. Je Crash Weather set. En? Oh! De Zanna Zenta V. En ik zal je zeggen, heren, deze heb ik net geruild met iemand. Dus ik heb hem nou in mijn collectie, dus jij mag hem hebben van mij. En wat ik dan ook ga doen, jongens, is... dat ik het puntje ook overdraag aan Hidden. Dus dat betekent dat het nu 7-9 staat. Oh, de code kaart. There you go. Pew. Zo, geef mij die Mewtwo Full Art hier. Type. Nee, Steel Type. Camerupt. Slowpoke. Ik dacht dat ik een randje zag. Bibarel. Pinarop. Bidoof. Ratata. Alola Ratata. En Meltan. Ik zie zilver randje. Ja toch? Ik zie zilver... Oh! Weer één. Ik heb een dubbel. Kijk eens aan. Het is vandaag volgens mij Nationale Mewtwo dag. Wacht eens daar, de code kaart. Oh. Zo. Kast. 1, 2, 3, 4. Jij mag me raden van mij. Wat denk je? Grass type. Leaf type. Oeh. Oh jeetje. Je kon het niet zien, hè? Nee. Oh, kijk. Dan hebben we daar de Slowbro. En dan de Lunatone. Daaronder zit de Ivysaur. En jongens, misschien poelen wij die Rainiet nog eruit. Dan hebben we de Onyx. En omgedraaid is Onyx natuurlijk. Sino. Ja, goed hè. Let's go. De Bibarel. Slowpoke en Slowbro. Oh, kijk eens aan. Dat is altijd wel gaaf om als combo te hebben. De Bidoof en Hidoobidoo. Hidoobidoof. We hebben de Magikarp. Oh, weer de Bibarel. Nou, kijk eens aan. We hebben gewoon de hele collectie. En dan zit daar... Oh, het is de Charizard Holo. En we moeten hem meetellen, jongens. Het staat nu 10-9. Pokémon Go Holo stelde toch niet mee, of wel? Maar het is wel de Charizard. Okay. Het is wel de Charizard. En dan mee. Eindelijk goed de Codekaart. Wat een zooitje. Ja, echt hoor. Hierna, als wij deze pakjes hebben geopend, dan gaan we echt iets heel gaafs spoelen wat in de Mystery Box zit. Oké, Leaf Type. Oh, oh. Ik zag wel een randje, ik zag een randje. Oké, ik ga er hier. Let's go, Pikachu. Pikachu, Squirtle, Spinner. We gaan er gewoon voor, we gaan er gewoon voor. Wimpot. 3, 2, 1. Oeh, dat is een mooie. Had je die al? Nee. Oh, wat gaaf hier. Laat maar even zien, de kaart. Dat is echt heel vet. Nu is het 10-10? Nee, dan gaan we een steen, bier, schaar, toernooitje doen. Nee, dan laten we de reactie bepalen wie er heeft gewonnen. Dat kan ook, inderdaad. Ik heb hier nog één Fusion Strike pakkie. 1, 2, 3, 4. Of een klep dan. Ah, het is dark, helaas. We gaan er doorheen, jongens. Stokken de Maru's, Coolboy. Oeh, de Prime Ape. Morpico, die helemaal elektrisch opgelaten is. Dan hebben we daar de Shellder. Die zie ik echt nooit meer in poppen. Dan hebben we daar... alweer? Kijk, dit is Morpico en dit is Morpeko. En we hebben een Toxicroak. Dus helaas jongens, geen puntje erbij. Nee, het is geen holo. Ik denk dat we eigenlijk gewoon één voor één nog een leuk dingetje eruit gaan halen. We hebben natuurlijk nog een Arceus chest, jongens. Nou, aan jou de eer om het open te maken. Jongens, hoe maak je dus een doos open? Met heel veel agressie. Zo, ga je ze open. Dit is een mooie achterkant. Nou, en kan je ze alle drie opnoemen? Cyndaquil, Oshawott, ja. Rowlet. Rowlet. En die zegt altijd krokoe. Oeh, ze zijn los. Maar waar is de derde? Daar is hij verstopt. Ik kreeg helemaal errors. Rowlet verstopt zich. Kijk naar deze coin Hidden. Wow. Is dat nou Arceus? Die is van jou. Voordat we verder gaan met deze opening. Wisten jullie dat Hidden ook wel een YouTube kanaal heeft? Ja. Link staat in de beschrijving, dus volg hem. Laten we Hidden naar de 100 abonnees brengen, jongens. Ik leg ze neer en dan gaan we blind krabbelen wie welk pakje krijgt. Vindt het goed als ik er 3 pak of wil jij er 3? Jouw feestje, pak er 3. Ja. Want ik heb nog iets hierin zitten waar 3 pakjes in zitten. Ja, ik pak hier gewoon los 3 pakjes van. Hoppa. 1, 2, 3, 4. Geef maar eens die. Oh, helaas. Robopest. Die is echt een grote snor. Timios Auducha. Oh, let's go. Buizel. De Buizel. Uitgerekte Pokémon.
Gibble. Big Gibble. Trapinch. Execute. Hoi, yo. Hey, hallo. Vet. Heb jij die al? Nee. Nou, there you go. En nog iets. Dan gaan we nu alweer door met nog een Fusion Strike pakje. Er zijn wel een hele hoop Fusion Strike pakjes. Nou, het wil me niet lukken. Weet je wat ik dan ga doen? Dan is daar. Della du. 1, 2, 3, 4. Geef mij eens die dark type hier. Oh, het is water. Alright, dan hebben we de Diggersby met de staartarmen. Dan is daar onze Sydney met de Pokeball. De Cross Switcher. Dan hebben we daar de Klefki, het bosje sleutels. Ik heb alleen even geen bossleutels op zak. Dan hebben we daar de Pansage. Daar Wooloo. Waar is daar Swooloo? Dan is daar de Darumaka, de Shinx en... Oh, het is wel een hele gave Pokémon die event al, maar helaas geen puntje. We gaan verder met de codekaart. 1, 2, 3, 4... Oh, het is puur, helaas. Marston. Zit hier een ultra rim? Ja, misschien wel. Tim is de E! Oh, daar is hij. Nu hebben we alleen nog maar de Penpoor nodig. Shelder. Caterpie. Caterpie. Oeh, Drillburg. Bunary. Shinx. Alweer. Dancer. Is aan het dansen. En? Danskaart. Oeh! Wow, nooit! Gengar V. Oh mijn god, die heb ik zelf nog niet eens. Meteen Sleeve. Had jij net ook niet een pool? Ja, het staat gewoon 12-10 voor ons heren. Ik hou wel het puntje, maar je mag de kaart wel hebben. Oh, dankjewel man. Want heb jij die kaart al? Nee, maar dat maakt niet zoveel uit. Zo, nou dan is hier de codekaart van het laatste Fusion Strike pakje. Oh, nooit! Oh. Ik hoorde het tekens een verjaardagsbloem aan. Precies op de verjaardagsbloem. Oh, wat erg dit. 1, 2, 3, 4. Wat denk je? Electric-type. Ah, het is vuur. Zarude, Delicati, een heel lief kastje. Dan hebben we daar de Darkrai, die jij natuurlijk ook als ultra rare hebt. Eevee, doe maar even niet. En dan hebben we daar de Shinx, Shelmetal. Dan is daar alweer de Drillbur. Hey, Bunnelbeats, schattig konijntje. Oh, de Fusion Strike Energy. Nou, ik denk dat dit de Fusion Strike Energy is. Wow! En het is alweer de Toxic Croak. Nou, het laatste pakje voordat we een laatste spulletje gaan grabbelen uit de Mystery Box. Ja? Had je hem al weggegeven? Nee, maar gewoon nou. Ik ga deze bewaren. Nee, grapje, jullie mogen hem hebben, jongens. Ja, dan kan je hem zo uit mijn handen tikken. Oh, ja. Water. Oh, ik heb niet eens geraden, maar... Nee, het klonk wel alsof je het wou zeggen. Staravia, Turtwig, Kniezel, Klink. Waar is de klank? Piriton. Nice. Exu. Oh, Manaphy. Is de Manaphy. Hier zitten nog twee producten in. Ben je ready? Ogen dicht. En dan mag je het product pakken wat aan de linkerkant ligt. Yeah. Wow. Nog een 3-pack in. Hey. Dan mag jij er 2 en ik er 1 meer. Oh ja, want jij hebt nou een pakje meer geopend. Ja. Kijk eens nou, wat een mooie Charizard-munt. Wow, een Charizard-munt? Dat had ik nog niet gezien dat die erin zit. Dan gaan we dit zoals gewoonlijk weer op de grond smijten. Hoppakee. Oh. Dan ga ik als eerste het Dialga-pakje openmaken. Heb je de kaart ook geshoot? Nog niet. Dat is deze van het 3-pack. Ah ja, ik heb hem opengekregen. Let's go. Wat denk jij dat er in het Dialga-pakje zou zitten? Zou hier gewoon die Dialga full art in zitten? Dat zou heel gaaf zijn. Ik heb het nogal, of niet? In de Ardennen had ik die gepakt. Dat klopt. Oh, wat is het raar. Ik denk dat er een kaart geplakt zit of zo. Ik zal het jullie zo meteen laten zien wat ik bedoel. Alright, hieronder zit vuur. Ah, het is electric. Dan hebben we Krikketoon. Zag ik nou net een randje of iets? Oeh, misschien wel. Spicy Seasoned Curry, dat heb ik nou geen zin in met dit warme weer. Dan is daar onze B-Sharp en die Do B-Sharp. Dan hebben we daar de Sudowoodo en kijk, dit is wat ik bedoel. Deze kaarten zitten allemaal vastgeplakt aan elkaar. Kijk eens. Wat de hel? Dit is toch niet normaal, jongens? Kijk. Het zat er echt gewoon echt aan vast. We hebben de Combi en de Rand. Pokémon, wat is dit nou? Hè? Dan zit daaronder de Togepi. Oh! Yes, let's go! We got a Radiant. We got a Radiant en we got a Leafeon. Dus dat is weer een puntje voor mij erbij. Zover ik weet, sta jij nog 1 punt voorop. Oh mijn god. Ik heb toch gekeken. There you go. Oh, ik heb niet gevonden, maar dat maakt ook niet. Oh. Energy. Graniddle. De Choi, de Chop Choi. Teddy Ursa. Mantine met de Remoraid. Voltorb, Hisuian. Hisuian Voltorb. Glameow. Hisuian Basculin. Basculin. Gape jouw Bok. En? Oh, het is een holo, dus je hebt weer een puntje erbij. We hebben nog deze pak en dan nog die box en jouw pakje nog. Nou, daar is weer de codekaart. Daaronder zit... Oh, ik wou het ook bijna niet gaan raden. Oh mijn god. Oké, nee, dit is vuur. Dit is vuur. Ah, electric. De Golduck. De Grand. Heb je hier... Nou, een randje. Oeh, wow. Weet je wat? Kom, hier. Jij neemt het van me over. Dit is echt te spannend voor mij. Oké. Puntje wordt wel van mij, maar dan hebben we de Barboach. Oké.
Spaniard. Wat was het nou? 12-11? Ja, 12-11. Oké. Okay. Mogen wel. Heracross. Sweet Honey. Oké. Okay. Ogen dicht, ogen dicht. Oké, okay, ik doe mijn ogen dicht. Ga je gang. Holy shit. Nee, echt? Doe je ogen open. Dit is een full art, dus je hebt 2 punten. Het is de full art Gen V. Oh mijn god, wat een gave full art is dit. En voor de mensen die natuurlijk mijn boosterbox video hebben gezien, weten dat ik deze kaart al heb. Dus Hidde, je mag hem van mij hebben. Het laatste product. Ben je er ready voor? Ja. Ogen dicht weer. Als ik bij 0 ben, dan mag je weer kijken. 1, 0. Hoppa! We hebben een Shining Fates Pikachu box om de mystery box mee te eindigen. Dus Hidde, aan jou de eer. Smijt de box van de boxen weg. Wow! Oh mijn god, daar gaat hij. En laten we niet vergeten dat we hierna nog steeds pakjes hebben. Kijk, dan is hier de grote Pikachu. Dan is hier de codekaart. Oeh, van de box natuurlijk. There you go. Ja, ga je gang. Oh nee, jeetje. Wie weet het hier wel, die Charizard in. Je weet het nooit. 3, 2, 1. Nou jongens, deze codekaart is best wel speciaal, want het is van een Shining Fates pakje. Dus claim hem snel. Oké, de codekaart jongens. Fire-type. Oeh. Oh, helaas. Rotom. Cacnea. Cacnea. Hé, hey, Godfleur. 2 keer Grasshopper. Oh. En hier heb ik ook heel veel mee geopend met meneer Krul, hè? Daar is er echt veel toffe kaarten in. Okay. Janma. Piloten-Pokémon. Rotom. Is dat weer de laatste kaart? Oeh, oh, Celebi. De Celebi. Maar elke kaart van Shining Fates is wel een applausje waard. Dit is echt zo'n goede set. Dan ga ik alweer door met een Corviknight Night pakje. Vind je dit tot nu toe een leuke video? Laat hem vooral even een blauw duimpje achter, jongens. En dan zit hieronder vuur. Ah, oh, het is Psychic. Dan hebben we alweer de Rotom. Ik zie een randje. Zie je een randje? Ik zie een randje, Krijn. We hebben de Floatzel Rowlet. Morpico. Pekko. Pekko. Pico. En een Nickit. En dan hebben we hieronder de Gossifleur. Oh, de Celebi als reverse. Je hebt de goeie, je hebt de goeie, je hebt de goeie. Wow. Oh, wow, de Delmice V-Max. Dit is letterlijk een stuur en anker. Een V-Max uit de Shining Fates. 2 punten voor jou. 2 punten voor mij. Daar sta jij dik voor. Kijk eens aan de Delmice V-Max. Oh. Gossifleur. Janma. Oké. Okay. Oh, oh, nooit. Die heb ik nog nooit gezien. Een pet. High five. Gefeliciteerd, maat. Die gaat mooi in een sleevey. Dan heb je weer een puntje erbij. Let's go. Dan gaan we alweer door naar het allerlaatste pakje van de Corviknight. Wat mij betreft mag er al best wel wat spannende muziek aan. Die ging ineens makkelijk open. We hebben daar de codekaart. Ja, oeh, dat was mooi. Ja, die was mooi. Geef mij eens vuur hier. Oeh, ik heb hem nog goed ook. Dus ik heb 16 puntjes. Nou, als ik het goed heb onthouden. Rusted Sword. Dartrix. Dan hebben we hier de Ballguy. De Horsey. De Shinx. Spinarak. Nog een puntje water. Dan hebben we daaronder de Grookey. De Snom. En wist je dat Snom onderuit bons is? Ja, weet ik. Alweer een Grookey. En we hebben de Jan Mega, de grote helikopter. Kijk eens naar mijn poes. Zo. Dat zijn er een hele hoop. Dat was me echt een opening, Hidde. Erg bedankt voor het meedoen. Volg Hidde even op zijn YouTube-account. Like. Abonneer, reageer. En dan zien we jullie de volgende keer. Nee.